We zitten nu in het klooster in Nuenen. Over een aantal weken is hier de Sinterklaasintocht van Nuenen. Daarna vieren we altijd groots feest. De intocht wordt natuurlijk georganiseerd door heel veel vrijwilligers. Wij beginnen ongeveer in april en vooral in het weekend rondom de intocht is er veel te doen. Het opbouwen rond het klooster, het versieren, de dranghekken, het snoepgoed, alles klaarzetten voor alle vrijwilligers die achter de schermen meehelpen. Ook kost dit feest natuurlijk best wel wat centjes. Hiervoor zijn we afhankelijk van sponsoren. De sponsoren die helpen ons op manieren dat we spulletjes krijgen, zoals mandarijnen of korting op het snoepgoed. Maar ook gewoon het geld om alles te kopen wat we nodig hebben. Wij gaan dit jaar heel veel nieuwe acties bedenken, dus jullie zullen van alles voorbij zien komen. En iedereen die het leuk vindt om te helpen als sponsor, maar ook als handje tijdens het weekend rondom de intocht, is van harte welkom bij ons. En we maken er samen een mooi feest van. Stichting SPEC is een nieuwe stichting in Nuenen. Op vele plekken al te zien geweest. Stichting SPEC is ontstaan door hele goede ideeën die wij bij de intocht ter sprake kwamen. Deze twee stichtingen zijn niet hetzelfde, maar dragen elkaar absoluut een warm hart toe. Dus mocht u het ergens voorbij zien komen, we werken samen, maar we zijn absoluut niet hetzelfde.